Nee, maar ik vind het hartstikke leuk dat je belt. Hartstikke leuk. Daarom bel ik je toch ook? Ja, maar ik heb heel goed naar je geluisterd. Ik heb dat met die ringen heb ik gedaan. En dat is voor mijn lichaam heerlijk. Nee, ik voel me daar heel... Nee, het zijn die pillen. Het zijn die pillen. Want ik... Ja, maar ik moet... Nee, maar ik krijg het gevoel over... Oh, ik mis de geloofwaardigheid in alles wat ik aan het doen ben. Ik ben aan het hallucineren. Ik zit in een volkomen andere sfeer. En ik moet dat dan weer integreren. En ik voel het publiek niet. Ik voel dat publiek niet. Ja, oké. Nee, maar dan leg ik je even neer. Ja. Nee, wacht even. Blijf aan de lijn. Tenminste, niet afbreken het gesprek. Nee, je moet even naar me luisteren. Ik wil je even iets vertellen over wat ik dan vannacht heb opgeschreven. Nee, ik zit in een talkshow. Dat is de hallucinatie. En ik moet in de camera spreken. Wat ik ook niet gewend ben. En dan heb ik een heel interessante. Kijkers, welkom bij mij. En vanavond gaan we het hebben over de verkiezingen, onder andere. Het is ook zo iets ongelooflijks, die verkiezingen. Dat gaat dan over terrassen openen, weet je, en de kapper. Maar het moet maar over één ding gaan. Het milieu. We gaan naar de kloten met z'n allen. Nu moeten we... Oké, sorry. En dan heb ik dus Liliane Ploemen van de Partij van de Arbeid, weet je, over de fusiebespreking met SP en met GroenLinks. Alle voordelen zijn bekend, hè, maar er is één groot nadeel, het opheffen van de Partij van de Arbeid. En dan hebben we dan een deskundige, of liever gezegd een ondeskundige, die er iets over komt zeggen. Dave Roelvink, vaste gast, hè, Dave Roelvink, want het is publieke omroep. Hè, een ondeskundige, die moet altijd even iets komen zeggen. Ongehoord Nederland, er is één groot blok ondeskundigen die maar aan het woord zijn. En dan hebben we verder Farita Zarkan, hè, dat is dan de lijsttrekker van DENK, die naar veel gekonkel lijsttrekker is kunnen worden. En die wil dan Nederland eerlijk en rechtvaardig maken. En als er gekonkel voor nodig is, dan moet dat maar. Ik heb het over de rellen, dat was ook belangrijk. Hè, dus heb je dat filmpje gezien op Facebook? Fantastisch filmpje, door een mevrouw gefilmd in Oud-Zuid-Amsterdam. Relschoppers worden van het Museumplein keurige straat ingeduwd. En die lopen er rond en een van die raddraaiers, schorrimorri, pakt een fiets, tilt hem boven zijn hoofd en smijt hem door de voorruit van een SUV van de overbuurman. En die vrouw die schreeuwt uit het raam, filmt gewoon door. Dat is mijn fiets, hè? Dat is mijn fiets. En dan kijkt die raddraaier, die kijkt zo naar boven, een beetje gegeneerd en schaamt zich een beetje. De relschopper 2021 Nederland. En die zet die fiets dan keurig terug tegen de voorgevel en kijkt dan even omhoog. En dan roept die mevrouw, je bent een schat! En dan zeg ik vanavond bij ons in de studio, de eigenaar van de auto. En dan heb ik het even over deze knop. Hè. Dat is de ingreep, die staat dan altijd keurig op tafel. Weet je, en dat is dan, ieder programma is tegenwoordig, talkshow is allemaal algoritme. En is allemaal gebaseerd op kijkcijfers. En als dan even het kijkgedrag inzakt, hè, dan kunnen ze zo meekijken. Dan, hup, die hand op die knop, komt er een geinig kattenfilmpje. En dan, daar zijn we weer, kijkers. En we hebben ook een speciaal item, hè, onze vaste rubriek. Wie zit er vanavond niet bij ons aan tafel en waarom niet? Hè, Joost Eertmans bijvoorbeeld. Joost Eertmans ook wist over ja, 21, één zeteltje. En dan maar meelullen, 4 jaar op onze kosten. Het gaat nooit over het milieu, maar we komen er wel achter. En die heeft dan op Twitter gezet, hè, dat was toen een aanleiding voor de verkiezingen in Amerika. Uitslag was nog helemaal niet bekend, maar toen schreef hij al, hoe de uitslag ook mogen worden, Donald Trump. Donald Trump is nu al de morele winnaar, Joost Eertmans. Maar goed, en dan wou ik even, dat lees ik je dan even, helemaal voor, zoals ik het hier opgeschreven heb. Dat is dan. Maar nu even iets heel anders, kijkers. We gaan even naar de turnsport die in opspraak is geraakt. Omdat met name jonge meisjes misbruikt worden door te dominante en te ambitieuze trainers. En vanavond hebben we zo'n meisje bij ons aan tafel. Welkom, Ankie, je bent 12 jaar. Eigenlijk heet je Willemijn, maar je trainer heeft gevraagd om privacyredenen een fictieve naam voor jou te kiezen. Omdat anders weet iedereen dat hij Henk Louter heet. Goed, neem ons eens even mee, Ankie. Je maakt je afsprong, je zit in het zweefelement. Ik geloof dat we daar beelden van hebben.
We gaan even we hebben er geen beelden van, maar je zit in dat zweefelement. Hè. Je doet je schroef of je doet je salto, dat weet je niet precies. Je raakt in disbalans en je valt. Je komt verkeerd terecht. Ik geloof dat we daar beelden voor hebben. Hebben we ook geen beelden van? Allemaal zo vervallen. Hebben we ook geen beelden van? Nou, oké. Ankie, je bent misbruikt. Daar gaan we het even niet over hebben. Je wilt je familie verder niet in discrediet brengen. En we hebben allemaal wel eens een oom of tante gehad die een nachtje kwam logeren en s'nachts even eruit moest. En toen de weg naar de logeerkamer niet meer kon vinden. Je komt uit Varsseveld. Je had een zware bevalling. Nou ja, je moeder. En het was aan jouw lenigheid te danken dat je er heel uit uitgekomen bent. Oké, okay. Jij komt dus van die sprong, van die brug, van de ongelijke leggers. Kom je. En je denkt, Henk vangt me wel op. Maar Henk vangt jou helemaal niet op. Henk laat je gewoon vallen. En klap voor zijn voeten neer. Ah, je breekt je pols. En hij buigt zich over jou heen. En zegt tegen jou, dat heb je er nou van. Vette koe. En jij geeft hem een grote mond. Jij zegt tegen hem, steek jij die ongelijke leggers maar in je reet, pedofiel. En op dat moment pakt Henk jou bij je paardenstaart en sleept jou over de vloer van die turnzaal naar de kleedkamer. Nou, vertel ons en de kijkers nou eens even op zo'n moment, neem ons even mee, wat gaat er dan door jou heen? Nee, gaan we niet zitten huilen. Nee, we hadden afgesproken met je ouders, je zou pas zo tegen het eind van het interview zou je gaan. Jongens, gooi even dat filmpje erin van dat collegaatje van haar in Amerika, in Minnesota, dat dezelfde afsprong doet en doodvalt. Die beelden hebben we ook niet. Oké, Ankie, we zijn hier wel serieus bezig. Hè? Dit is live, hè? En er zitten, sorry kijkers, 1 miljoen mensen te kijken op dit moment, hè? En er zit in Rotterdam een kritica mee te schrijven. En die is heel kritisch op mij, want die vindt al heel lang dat ik mijn gasten niet aan het woord laat. Nou ja, vind je het gek met zulke gasten? Nee, huilenbalkje. Jij moet nu even je rechterarm knopen. En daar zit dat gips. Jij moet nu even jezelf aanpakken. Weet je dat je heel blij mag zijn dat ik jou niet bij je paardenstaart pak, hier over die tafel trek en de studio uitflikker? Nou ja, zoiets dan. En dat je dat dan integreert in het geheel en dat we dan meteen doorgaan met de eerste bezoeker die dan aankomt op de fiets. Ja, oké, maar ik had toch graag even. Ja, want ik wou ook even de tweede laten horen. Nee, maar bel me. Zal ik jou terugbellen? Ja. En kijk ook nog even naar die medicijnen. Ja. Ja. Welkom bij de Loterij. Heel veel plezier. Goedemiddag, welkom. Fijn dat u er bent. Ik neem u mee naar uw plaats. En mag u daar plaatsnemen. Ik wens u een hele fijne voorstelling. Dank u wel. Ha! Het van overheidswegen toegestaande publiek. Hartelijk welkom, fijn dat u er bent. Ontspan. U mag uw mondkapje even afdoen. Dat ik dat nog ooit mag zeggen tegen iemand. U mag uw mondkapje even afdoen. Ja, nou ja, ik ben waarschijnlijk net zo zenuwachtig als u. Ik mag, het is precies 1,5 meter. Ik mag niet verder komen. Nog even 1 dingetje. U ziet daar die rode knop. En in je eentje lachen, hè? Niet lekker. Dus sla er maar even op. Kijk, dan lacht er een zaaltje van 600 man mee. En dan voel je je meteen een stuk ontspannender. Laatste keer dat ik voor het publiek optrad, dat was bij de Voedselbank. Voedselbank is een organisatie waar je, als je honger hebt en geen geld, eten kunt lenen. Ja, het is leuk, maar ook weer niet zo leuk. En als u nou bij iedere flauwiteit op dat ding gaat zitten rossen, dan blijft er van het programma verdomd weinig over. Dus oké, nou goed. De Voedselbank, dat is dus een organisatie, als je arm bent, je kunt niet betalen, dat je daar gratis eten krijgt. En dat wordt streng gecontroleerd, hè, want we kunnen nu opeens na die toeslagenaffaire wel gaan doen alsof arme mensen niet frauderen. Maar dat is natuurlijk ook weer niet zo. Ja, die vind ik dan bijvoorbeeld zelf weer heel erg grappig. En als u dan niet klapt, dan. Doe gewoon waar u zelf zin in heeft. De klant is koning. De Voedselbank trouwens, ik moet u eerlijk zeggen, ik vind het schande dat die voedsel.
ik was in Arnhem. En ik zeg tegen die zaal, is hier ook een voedselbank in Arnhem? En de mevrouw op de tweede rij, heel geïrriteerd. We hebben er hier twee! Alsof het kroonjuweel op de neoliberale samenleving is. Ik moet even mijn medicijnen slikken. Ik heb namelijk hormonendisbalans. Dus dan komt... Oh, dat is moeilijk, want het zijn van die... dat komt... Ik krijg hem niet weg. Op een zeker moment, ik ben optreder, hè, dat weet u. Ik treed al 50 jaar lang op, dag in dag uit. Soms wel eens een maandje of niet. 2 maanden. Maar ja, dat lichaam dat maakt hormonen aan. Dopamine, adrenaline, endorfine. Is ook nog eens pijnstillend. Lekker. Je voelt je lekker. Maar ja, van de ene op de andere dag, coronaregels. Pats, theaters dicht. En dan sta je. En dat is precies zoals bij een heroïne junk die cold turkey gaat. Je voelt je dood. Ik was doodziek. En wat doe je? Ja, eten. Eten, excessief eten. Vol proppen. Ja, voor de huiskast zitten. Kaas. Snoepen. En ik kwam aan. En mijn vrouw zei, je moet afvallen. Ik zei, nee. Ik wil opvallen. Toen zegt zij op een gegeven moment tegen mij, jij mist het applaus. Heel gek. Misschien kunt u zich herinneren, in de krant opeens het verhaal van er zou een landelijke actie komen om de zorgverleners, de mensen in de hulp, de ziekenzorg, om die een hart onder de riem te steken. Men zou landelijk een staande ovatie aan de helden van de zorg geven. Dus ze stonden op de stoep voor de deur of op het balkon van de flats. Eén groot landelijk applaus. Dus ik denk, ik ga naar de Bijl. En ik ga daar tussen die flatgebouwen. Ik ga een beetje in de looten van flats dan wachten. Het is 7:58, er is nog niks. Het is 8:00, ik hoor nog niks. Ik denk, nou ja, bijl me. En zo een minuutje of 7:58 hoor ik opeens de eerste handen tegen elkaar aan kletsen. Ik denk, nou, ik wacht nog even. Het is 7:58 en toen was het toch echt wel een acceptabel applausje. En ik kom achter dat flatgebouw vandaan. En ik ga er op dat grasveld staan en ik kijk omhoog. En ik spreek met de armen en ik maak een diepe buiging. En het applaus zwelt aan. Eerlijk gezegd, ik voelde die hormonen al een beetje stromen. Dus ik rem terug achter die flat. Ga er nog even zo. Ik gooi een witte handdoek op mijn nek. En ik kom nog één keer terug. Armen gespreid. En ik kijk naar boven. En er staan nou toch echt een hele hoop mensen. En het is werkelijk sensationeel. Ik buig zo diep als ik kan. En ik zwaai. En ik met de auto terug. En op de terugweg begon ik me schuldig te voelen. Dat applaus was niet voor mij. Dat applaus was voor die hulp. En voor die zorgverleners. Voor de helden van de zorg, die toch al onderbetaald werden. Want Wilders heeft nog geprobeerd daar een politiek slaatje uit te slaan. Maar Rutte hield voet bij stuk. Ze krijgen niet meer. En hij heeft een punt. Hij heeft een punt. Kijk, een held doet het niet voor het geld. En als je hem beter gaat belonen, nou ja, dan komt dat vaak niet ten goede van zijn heldhaftigheid. Het ging niet goed met hem. De problemen namen toe. Dus ik naar de dokters. Dokters, hè. We hebben een groepspraktijk bij ons in het dorp. We hebben 3 deeltijdvrouwen die daar de gezondheid van het dorp reguleren. Door te verwijzen. En ze heel goed opletten wanneer je ziek wordt. Nou ja, liever gezegd, wanneer je naar de dokter gaat, want bij 2 mag je je onderbroek aanhouden. Maar bij de 3 moet je standaard je onderbroek uit. En daar heb je een bloedhekel aan. Dan zit je in je blote kont bij de dokter koud te vatten. En dan zegt ze ook altijd, u mag even uw onderbroek uitdoen. Kijk, als ze zegt, u mag gaan zitten, oké, het is haar stoel. Maar het is mijn onderbroek. Dus ik gooi die deur van die spreekkamer open. Ik had al gelijk gezien, dus ik had mijn duim al in mijn broeksband staan. En toen zei ze, oh, ik zie het al, houdt u uw broek maar aan. U zet te veel oestrogeen om in testosteron, dat zit tussendoor. Ik zal u doorverwijzen naar de psychiater. En die gaat u waarschijnlijk medicijnen geven.
hebben wij verder niks meer mee te maken. Die stoppen we. Dat is allemaal, gaat tegenwoordig allemaal via pil.com. En die stoppen het in de medicijnenkluis. Die is nieuw. In de groepspraktijk aan de buitengevel. Wij staan daar verder buiten. U krijgt een appje met een wachtwoord. En dan kan u het er zo uithalen. Als ik dat uit die kluis haal, dokter, kan ik dan mijn onderbroek aanhouden? En ze zegt ja, maar wel de bijsluiter goed lezen. Ja, ik had je even gebeld. Nou ja, ik had weer zo'n waanzinnige hallucinatie. Nee, dat is jouw vak, dat begrijp ik wel. Maar ik wil toch even... Wat zit er in die pillen? Nou, ik zou graag willen dat je er even naar keek. Ja. Nee, mag ik nou even aan jou nog één keer vertellen... Wat mij dan vannacht is overkomen? Ja, maar dat is toch wel jouw werk? Nou, ik blijf hangen, maar ik wil even mijn handen vrij hebben. Nee, ja, en ik wil het graag overbrengen... Op het publiek. Het is zo realistisch. Ik lig in bed vannacht en opeens zit ik in die studio en ik kijk in de lens. Ik zeg: goedenavond, kijkers, welkom bij mij. En we hebben vanavond aan tafel een hele bijzondere mevrouw die ons iets gaat vertellen over het lot. En hoe wij vroeger om het lot gunstig te stemmen door de knieën gingen. En hoe wij nu in het gunstigste geval gaan stemmen om het lot door de knieën te dwingen. Want dat is wat de politieke illusie is. Leg uw lot in mijn handen. Ja, maar dat ervaar ik zo, weet je. En dan zeg ik opeens, onze volgende gast is Jesse Klaver. En die komt hier praten over de fusie van GroenLinks, PvdA en SP. En voordelen zijn ons bekend. Er is alleen één groot nadeel. En dat is het opheffen van Jesse Klaver. En dan hebben we weer een ondeskundige erbij. Hè? Dat is natuurlijk weer Dave Roelvink. En die mag dan zijn mening erover geven. Hè? De ondeskundige, dat is op het ogenblik ja, zeg maar het kroonjuweel van de publieke omroep. Hè? Die moet overal opduiken. En dan hebben we natuurlijk ook weer onze populaire rubriek. Wie zit er vanavond niet bij ons aan tafel? En waarom niet? En dat is, ik moet je voorstellen... Je ligt gewoon in je bed. En dan zit het niet aan daar. En dan zei mevrouw Kaag, met haar sneakers, ook zo waanzinnig. De verkiezingen moeten gaan over de opwarming van de aarde. Hè? En nergens anders over. Hè? Niet over of de terrassen open moeten of dicht. En meneer Woppe Hoekstra met zijn schaatsen. En dat vond ik zo merkwaardig. Op een zeker moment is er dan ook een speciaal item, kijkers... Er is iemand die zich principieel niet wil laten inenten, alleen als Michael van Gerwen het doet. En de man heeft op zijn bovenarm een tattoo van een dartsbord laten zetten. En nu mag Michael van Gerwen daar met een injectienaald proberen bullseye te gooien. En dan wou hij wel, begrijp je? Krankzinnig. En dan zit, we hebben Kees van der Staaij. En Kees van der Staaij vragen wij waarom God orgaandonatie wel kan gedogen en abortus en euthanasie niet. He, en dan druk ik weer op die knop omdat de kijkers wegzakken. Ja, maar het is voor mij is het realiteit. Weet je, het is volkomen realiteit. En dan hebben we Baudet gevraagd. En Baudet die zegt, wie zit er nog meer? En dan om principiële redenen. Hij voelde zich niet op zijn gemak in dat gezelschap. Nou, dan niet. En aan het eind zeg ik dan, maar we komen nou graag even bij jou. Of aan het begin, dat weet ik eigenlijk niet meer precies. Begon ik er nou mee? We beginnen met jou. We kennen je allemaal van de beste zangers van Nederland. En je bent niet op je mondje gevallen. je bent eigenlijk gewoon een feministe. En dan kom je ook nog eens een keer op voor je kleur, hè, voor je zwarte groep. En fantastisch, fantastisch. Doe je goed. En ik wil graag even over die hele Black Lives Matter, wil ik even heel graag met je praten. Ik geef me even de kans om even aan de kijker uit te leggen, korte inleiding van het geheel. Even terug in de wereldgeschiedenis, begin van de mensheid toen iedereen nog wit was. En de aarde bleek rond. En de kompas was uitgevonden, buskruid was uitgevonden, heel belangrijk. En men trok erop uit met die scheepjes. En men...
kwam aan ongerepte stranden. En wat doet een witte man als hij een ongerept strand ziet? Hij trekt zijn broek en zijn hemd uit en gaat in zijn blote reet in de zon liggen. En opeens komen uit het struikgewas zwarte mensen met pijlen, bogen, speren, zwaarden. Dus het was maar goed. Het was maar goed dat het buskruit was uitgevonden. Of ze gaan eten, kan een tafel, eten die lekkere dingetjes, pittig, goed voor smaak, zoet. En dan namen ze wat mee naar huis. En thuis viel het ook in de smaak. Dus ze gaan allemaal wat halen. En weer terugbrengen en toen weer halen. En op een gegeven moment is de natuur uitgeput. Het groeit niet meer aan de bomen. Het struikgewas verschrompeld. Dus moeten er plantages komen. Die mensen gingen op de plantages werken. Hard werken. Zo hard dat ze dachten, nou, die arbeidskrachten kunnen we in eigen land ook goed gebruiken. Nou, sla ik even een heel stukje over. Slavernij wordt afgeschaft. Martin Luther King heeft een droom. En dan zitten we eigenlijk in de situatie van Black Lives Matter. Hè, en het politiegeweld, witte politiegeweld tegen de zwarte medeburger. En dan vraag ik aan jou. Hè, wat gaat er op zo'n moment door je heen als je zo'n zwart meisje van 9 jaar ziet dat met pepperspray bewerkt wordt? Het is heel belangrijk dat we dat vanuit jou weten en niet vanuit mij als witte man. Want ja, wat moet ik erover zeggen? Nee, dat we juist een beeld krijgen vanuit jou, vanuit jullie, als ik even mag generaliseren, vanuit jullie perspectief. Ja, dan, maar het zou wel fijn zijn als je dan ook probeerde antwoord te geven. Ja, maar... Nee, maar ik kom je tegen in dat winkelcentrum, toch? We komen elkaar tegen. En jij vertelt mij dat verhaal van George Floyd. En dat was zo aangrijpend. En dat deed je zo integer, zal ik maar zeggen. Ik werd meegesleept. Ik kwam helemaal uit mijn bubbel. Echt waar. Ik vond het zo fantastisch. En toen zei ik, kom je bij mijn programma? En jij zei, nou graag. Nou, en hier zit je... Ik intimideer je toch niet, sorry. Nee, maar ik ben de talkshowman. Hè? En het vervelende is dat je moet toch een bepaalde leiding uitstralen. Nee. Ik denk, ja, maar is ook weer zo wit gedacht. Je moet je voorstellen, in zo'n redactie zitten we met elkaar over dit onderwerp. En ja, voor je het weet vliegen de racistische grappen je om de oren. Dat is nou eenmaal zo. Wat kan ik daaraan doen, begrijp je? Maar ik zou je nu willen vragen... Hou dat betoogje wat je hield. Jongens, ja, maar schijn nou eens uit over dat gezeik met dat filmpje. We hebben daar een filmpje van. Ook al iedereen. Waarom moeten we? Ik zit hier met een levend iemand aan tafel. Laat me met een levend iemand praten. Ik hoef geen filmpjes. Sorry. Nee, maar ik wil wel dat jij nu gaat praten. Want er zitten 1 miljoen kijkers mee te kijken. En we hebben in Rotterdam een critica. En die zegt altijd... Hij laat zijn gasten niet antwoorden. Nee, vind je het gek? Vind je het gek? Oh, als jij niks zegt. Wat moet ik? Weet je dat je heel blij mag zijn dat ik geen racist ben? En dan midden in de nacht komt dat gewoon door mijn hoofd. En zo realistisch. Nou ja, ik denk dat we dat dan vormgegeven. Ik denk dat ik dan dit jasje aantrek. En dat we dat er dan gewoon... Nee, maar dan hoef ik jou ook verder niet lastig meer te... Maar kijk even naar die pillen nog. Heel graag. Oké, hoi. Nou, die dokter die verwijst mij dus naar de psychiater. Hé, we hebben nou een andere toeschouwer. Sorry, welkom. Daar had ik niet op gerekend. Ik weet niet precies hoe het geregeld is met de toeschouwers. Maar welkom, fijn dat je daar bent. Ontspan. Probeer, je bent toeschouwer. Als je het leuk vindt, dan mag je op die rode knop drukken. Wacht even, sorry. Eerst even je hand ontsmetten. Dat is wel belangrijk, want in verband met de regels als die... Het is voor het eerst dat ik voor een 100% zwart publiek optreed. Je bent gewoon toeschouwer. Dus zet jezelf maar even in de rol van
psychiater die een patiënt aanhoort. Zoiets is het. Ik ben de patiënt. En ik vertel over mijn jeugd. Ik heb een geweldige jeugd gehad. Dat komt omdat mijn vader erin geslaagd is zijn eigen opvoeding te spiegelen. 180 graden te draaien. Je hoort altijd die verhalen over ouders die hun kinderen misbruiken. En dan zijn ze zelf ook als kind misbruikt. Ik snap dat niet. Mijn vader mocht thuis geen fouten maken. Dan kwam hij in de hel. En wij mochten fouten maken. Sterker nog, wij moesten fouten maken. Nou, dat was wat hoor. Dat je fouten moest maken. En dan s'avonds kwamen je ouders op de rand van je bed zitten. Je vader of je moeder. Ik had het liefst mijn vader. En dan, dan kijken of je genoeg fouten had gemaakt. En als dat niet zo was, nou ja, dan moest er de volgende dag een schepje bovenop. Ik weet nog wel, een keer zat mijn moeder s'avonds op de rand van mijn bed en ik zei in mijn onschuld dat ik een oud vrouwtje had helpen oversteken. Moeder, in paniek. Dat is niet goed. Dat is niet goed. En ze rende naar mijn vader en zei, hij heeft een oud vrouwtje helpen oversteken. Dat is niet goed. Oh, zei mijn vader. Niet goed is fout. Dus, goed. Nou, de opluchting bij mijn moeder. Hè, zuchtte ze, opgelucht. Gezellig. Want dat was het hoogst haalbare bij ons thuis. Gezellig. Als ik aan de hemel dacht, dan dacht ik altijd, gezellig. En toen werd het 1 februari 1953. Ik was 8 jaar. En door een samenloop van omstandigheden, stormvloed, springvloed, noordwestenstorm, braken de dijken in Zuidwest-Nederland en vooral in Zeeland, waar mijn vader veel familie had. En die ramp kostte aan 1836 mensen het leven. 100.000 mensen verloren, huis en haard. Tienduizenden dieren verdronken. Stel je voor. Een ramp van dergelijke omvang. Preventie was lachwekkend. Hulpverlening, amateuristisch, kwam veel te laat op gang. Ons leger was in het bezit van welgeteld 1 helikopter. En Nederland luisterde naar de radio. Verhalen over burgemeesters die zich verslapen hadden, maar ook vooral verhalen over wonderbaarlijke reddingen. Men was ontredderd, onthutst, ontdaan. Maar nergens ging een beschuldigende vinger in de lucht. En er volgde geen waterval en kamervragen. Er kwam geen parlementaire enquête. Het kabinet trad niet af. Er kwam geen code oranje. Er was een totaal besef bij de bevolking dat hier sprake was van een natuurramp. Waarbij je als cultuur machteloos stond. En in plaats van frustratie over machteloosheid en verwijten over taakverzuim, maakte zich een enorm solidariteitsgevoel van ons volk mee. Iedereen gaf kleding aan de slachtoffers, knuffels, speelgoed. Ik weet wel, in Zeeland liepen de mensen, want er werd zoveel gegeven, die liepen met 5 truien en 3 broeken. Die hadden zo'n 4 klompen aan. Ongelooflijk. Kinderen waren bedolven onder de knuffels. En ondertussen stroopten 100.000 mensen hun handen op om lekker in de weg te lopen bij het herstel van de dijk. En er kwam een denktank. Het woord bestond nog niet eens. En die zaten te broeden op een plan dat zoiets nooit meer zou kunnen gebeuren. Het wereldberoemde Deltaplan. Dat 1 jaar later unaniem door beide kamers werd aangenomen. Die ramp met zijn 1836 doden. Ik zal dat getal nooit vergeten. En om die reden is het ook het wachtwoord van al mijn creditcards en al mijn geheime bestanden. Die ramp heeft mij gevormd. Dat gevoel van solidariteit, samen delen, die verbondenheid. Het besef dat er een kracht is die zonder aanzien des persoons de mens machteloos doet staan, waar geen verweer tegen mogelijk is. Het lot. Het lot dat ervoor zorgt dat ons mensen op zeker moment niets anders rest dan de schouders op te halen en te zeggen, zo is het leven.
en dan de schouders er weer onder te zetten. Ruim een week later vierden we alweer de 10e verjaardag van mijn oudste broer. Terwijl mijn vader 4 familieleden verloren was, zongen we het volle borst Lang zal die leven. En mijn moeder die sneed de zelfgebakken cake aan en die verzuchtte, hè, gezellig, voor het laatst. Een paar dagen later bezorgde de post een brief met het relaas van een neef van mijn vader die een boerderij had op Tolen, vlakbij Stavenisse, een van de zwaarst getroffen gebieden. En die neef die was op 2 februari op het dak gaan zitten met zijn hele gezin. En hij had dekens en kussens meegenomen en zijn vrouw een thermosfles met koffie en broodjes. En van de zondag waren er nog bolussen over. En toen 's morgens vroeg dat eerste licht over die enorme watervlakte scheerde, zei zijn jongste dochter van 4 opeens, gezellig hè? En het hele gezin barstte, ondanks de bittere omstandigheden, spontaan in gelach uit. Want dat is de kern van gezelligheid. Dat je ondanks alles je veilig en verbonden voelt. En op een zeker moment horen zij het onmiskenbare geluid van een naderende helikopter. Die ene, weet je wel. En er ontstond lichte opwinding die al snel omsloeg in blinde paniek. En die neef dacht, nu of nooit, ik moet die piloot waarschuwen. Ik moet met een deken zwaaien. En hij pakte de deken bij een punt en griste hem naar zich toe. Maar op die andere punt zat zijn jongste dochter. Het kind had geen houvast meer. Gleed van het dak, bleef nog even in de dakgoot hangen. Plonsde in het water. En verdronk. Sindsdien mochten wij thuis het woord gezellig niet meer hardop uitspreken. Dat was mijn jeugd. Niet goed was fout en daardoor goed. En gezelligheid was taboe. De psychiater keek op zijn horloge. Ik had hem nog willen vertellen hoe mijn moeder geleden had onder het feit dat het woord gezelligheid taboe was. En dat ik, sinds ze de 100 gepasseerd had, steeds meer moeite had om haar te bezoeken. En dat het nog erger was geworden omdat ze een nieuwe buurman had, meneer Blok. Oude Nederlands hoofdfan. Als ik de deurkruk van mijn moeder wilde naar beneden drukken, sprong meneer Blok voor mijn neus en zei, mop! En dan moest ik hem een mop vertellen of ik wou of niet. En altijd als ik de clue verteld had, zei meneer Blok, vroeger was je leuker. En dan zei ik, ja meneer Blok, dat waren mooie tijden toen u nog gevoel voor humor had. De psychiater kijkt op zijn horloge en zegt, ik ga u serotonerge heropnameremmers voorschrijven. De zogenaamde deltablokkers. Ik zal u een klein stukje voorlezen van de bijsluiter. Combineer SSRI's en serotonerge TCA's niet met ander serotonerg werkende medicatie. Bij gelijktijdig gebruik kan het serotoninesyndroom ontstaan. Dat is een toename van angst, agitatie, hostiliteit en suïcidaliteit. Ik weet nog toen ik dit voor het eerst las, dat ik dacht, nou ja, over een zelfverkozen levenseinde hoef ik tenminste me geen zorgen meer te maken. Ironie is geveinsde onwetendheid. Ja.
Oh, nee. Nou, even, ja, ja, het gaat allemaal door. Maar nu even ik zit midden, we zitten midden in de repetitie. Als je me even, ik bel je over een half uurtje, bel ik je even op. Ja, dat gaat allemaal gewoon door. Nou ja, die pillen, daar deugt niks van. Nee. Maar ik denk dat we het kunnen inpassen. Ik heb een vorm gevonden. Daar zijn we nu even voor aan het repeteren. Oké. Goed zo, tot zo. Hey, we beginnen gewoon even opnieuw. We gaan door. Ik bedoel, op het moment dat het niet klopt, dan breek mij rustig af. Dat maakt niet uit. Goedenavond, kijkers. Welkom bij mij. Verkiezingstijd, volle tafel. We beginnen vanavond met Lilian Marijnissen. Die komt vertellen over de vorderingen in de gesprekken tussen SP, PvdA en GroenLinks. Die schijnen in een gevorderd stadium te zijn. Ik hoor dat de PvdA is bereid zichzelf op te heffen. Ik hoor dat ook Jesse Klaver bereid is zichzelf op te heffen. En u heeft mij voor de uitzending verteld, mevrouw Marijnissen, dat SP nu bereid is zijn naam beschikbaar te stellen om daar met z'n drieën onder verder te gaan. Fijn dat u er bent. Tot zo. Ja, dan hebben we verder Arjen Robben. Arjen, welkom ook. 2 jaar geleden verdiende je bij Bayern München nog 5 miljoen per jaar. We hebben de redactie even laten uitrekenen. Dat komt neer op 2000 euro per minuut. En nu speel je voor de FC Groningen voor 2 ton per jaar. En toch verdien je meer. Heel gek. Maar je speelt maar 20 minuten dit seizoen. En dat betekent dus 10.000 euro per minuut. We zijn heel erg benieuwd wat je daar zelf van vindt. Dan hebben we vanavond ook aan tafel iemand die wel gefraudeerd heeft bij de kindertoeslagen en die ook nog eens gecompenseerd is. En Sayan Detail, hij is kinderloos. U ook hartelijk welkom. We hebben mevrouw Ouwehand van de Partij van de Dieren die iets komt vertellen over het eenhuisdierenbeleid wat u voor ogen heeft. Overgewaaid uit China, want het wordt een beetje al te dol en al te driest met al die huisdieren in Nederland. En verder heeft u een voorstel over het samentrekken van kinderbijslag, kinderopvang bedoel ik. U bent voorstander van kinderopvang. U bent voorstander van kinderopvang en de hondenuitlaatservice. Hè, dat in één pot door de overheid betaald wordt. Dan hebben we verder een groep antisemieten die komt vertellen over het proces tegen Netanyahu. En we hebben Thierry Baudet die komt uitleggen waarom hij zich in dat gezelschap nou wel op zijn gemak voelt. En dan hebben we natuurlijk influencer Femke Louise. Femke, hè, schrijf je, maar Femke spreek je uit. Hartstikke leuk dat je er bent. We weten allemaal wat een influencer is langzamerhand. Maar we gaan het ook even over je lippen hebben. Vind ik interessant, hè? Waarom hebben alle influencers lippen alsof ze er als kind een kwartier mee hebben vastgeplakt gezeten aan een bevroren rugleuning? Willen we even weten. Goed, dan beginnen we mevrouw met u. U bent maatschappijlerares aan een VMBO. Uw klas bestaat voornamelijk uit moslimjongeren. En u wil met ze praten over de spottrend. Hè? U wil het hebben over de vrijheid van meningsuiting, zeg maar het kroonjuweel van de neoliberale samenleving. En interessant, hè, want het is zeg maar, eigenlijk het enige heilige wat wij nog hebben. En u heeft daarvoor een ezelsbruggetje, hartstikke leuk, bedacht. En daar wil ik het graag met u over hebben. Lot, God, spot. He, want u zegt tegen uw leerlingen, zetten jullie eens even achter ieder woordje prent. En dan krijg je lotprent, godprent, spotprent. Kom ik zo bij jou? Want het gaat over, over humor. He, dus de lotprent, dat is dan de oermens die in de grotten zit. En hij heeft nog geen verhaal. En hij schildert daar op die wand, schildert hij wat hij daar dagelijks meemaakt. En dan heb je de godprent, dan komt de beschaving er al in, de religie. God. En dan krijg je die schitterende altaarstukken van de gebroeders van Eyck. Hè, de godprent, de iconen, het eren van het hogere. En dan heb je de secularisatie, de ontkerkelijking, God is dood. En dan komen wij dan, hè, wij moderne samenleving, komen dan met de spotprent, humor als hoogste goed. En dan kom ik bij jou, we kennen je allemaal van je laatste oudejaarsconferentie. Laatste, helaas. En we kennen hier ook een beetje van, tenminste dat hoorde ik opeens bij gerucht, jij hebt Sinterklaas gespeeld bij Jap Jum. Je bent komiek of je bent het niet.
Vertel eens even, jij vindt dat de humor onder druk staat. Je vindt, hebben de mensen nog wel gevoel voor humor? Vraag je je openlijk af. Zijn de vormen van de humor nog werkzaam? We hebben bijvoorbeeld een begrip als ironie. Is dat aan ironie, even voor de kijkers in het zuiden des lands, is geveinsde onwetendheid? Dan heb ik zeg ik zuiden des lands, maar ik moet zeggen beneden de rivieren. Ironie, even voor de kijkers, beneden de rivieren, dat is geveinsde onwetendheid. He, dat is wat ironie is, dat je een beetje neerbuigend uitlaat. Waarom dan beneden de rivieren? Dat komt omdat ze daar nog in God geloven. En in de paus. Ze zijn dubbeldom, zou je kunnen zeggen. En waarom is dat dan beneden de rivieren? Dat komt omdat Maarten Luther niet kon zwemmen. En dat is dan geen ironie, dat is absurdisme. Hè? Want je haalt twee dingen bij elkaar, zwemmen en Maarten Luther. Ja, dat wringt en dan kun je hem lachen tenminste, als je weet wie Maarten Luther is. Als je dat niet weet, maar dat wil dan niet zeggen dat je geen gevoel voor humor hebt. Hè, dat wil alleen maar zeggen dat je dom bent. En dat is dan weer ironie. En dan gaan we straks even aan Dave Roelvink vragen of dat nou treurig is of niet. Wat in ieder geval treurig is, kijkers, dat is dat meer mensen weten wie Dave Roelvink is dan wie Maarten Luther is. Maar dan wil ik eerst, ik kom zo bij je terug, even naar mevrouw toe. Op dat moment komt dan die hand in beeld, die wil naar die knop toe. Ik wil graag even met u over die vrijheid van menings hebben. En die hand die wil op die knop drukken, maar ik sla hem steeds weg. Wat is nu zo interessant aan die, en ik blijf maar gaan, en op een zeker moment, hup, pak die hand, deze hand van mij beet, en ik probeer nog dat gesprek, maar dat lukt natuurlijk helemaal niet meer, en dan drukt die hand, en dan... We zitten nog fijn. 1 juni 2020 had ik een afspraak met mijn psychiater in ons dorp. Waarom weet ik dat? De terrassen gingen open. En ik ging met hem op het terras zitten en dan kon hij mij observeren hoe ik mij daar zou handhaven. Want dat is nogal, hè, dat is nogal een bepaalde sfeer. En hij wilde zien of ik daar nou goed tegenkom. Want die terrassen, die mensen, hè, die hebben wel hoogdravende praatjes over interessante gesprekken. Het is alleen maar hopsakee. En een beetje kijken natuurlijk naar de mensen die leed voor maken. Ja, allemaal, er komen allemaal mensen langs. Ja, die hebben geen tijd om op het terras te zitten. En die zijn op weg naar hun werk of naar de winkel. En zitten die terrasbezoekers allemaal. Dan moet je. En dan komt er een mevrouw langs met een kinderwagen. Die komt zo langs gelopen. En dan heb je allemaal van. Waar gaan die beentjes naartoe? Mag ik ook een kindje van je? En intussen maar, want ja, dat is de enige reden waarom ze zitten achter. Nederland is eigenlijk op zoek de hele dag naar een kutsmoes om het op een zuipen te kunnen zetten. En of je het nou hebt over de Elfstedentocht, één keer in de 33 jaar. Formule 1 race nog niet eens gehouden op Zandvoort. De Keukenhof. Keukenhof, moet je voorstellen dat je de Keukenhof... Wat een mooie tournee. De aankomst van de Vierdaagse. Met het blarenbal. En de Via Gladiola.
Dus dat zit daar te hijsen op dat terras. En dat wordt dan op zeker moment een probleem van de orde. En dan kom ik bij Grapperhaus. Nog niet getrouwd. Want de orde die moet gehandhaafd. En daar gaat Grapperhaus over. Nog niet getrouwd. En heeft hij tot zijn beschikking het leger, hij heeft de marechaussee, hij heeft de politie, hij heeft de boa en hij heeft de snuffelhond. Allemaal hebben ze hun eigen wapens. De snuffelhond heeft zijn neus en zijn tanden. En de boa, daar gaat het om. Hè. De politie heeft natuurlijk de wapenstok. Hij heeft die lange hier aan die riem bungelen. En hij heeft de korte in de broek en hij heeft die uitschuifbare. Maar die schuift nooit op het moment dat het doet, schuift hij uit. Maar de boa die had ook al een paar keer op een flikker gekregen in Muiden en op nog een paar plekken. Dus die hebben dan een bond en die willen dan bewapend. Maar Grapperhaus, nog niet getrouwd, was tegen. Geen wapenstok voor de boa's. En zeker geen pepperspray. Pepperspray was het laatste instrument voor relbestrijding. Je wint er geen oorlog mee, maar bij een relletje komt het wel van pas. Want het was zo krankzinnig. Ik ga het niet allemaal uitleggen, maar zaterdag dicht, zondag dicht. Maandag, tweede Pinksterdag. 12 uur ging het open. Maar ja, 12 uur. Ik moest wel zorgen dat ik een plekje had. Dus ik had mijn sjaal alvast 's nachts. Ik lag zo op plank in bed. Had ik 's nachts om 4 uur had ik alvast mijn sjaal over een stoeltje gehangen. Dat was mijn stoel. En dan hoorde die er natuurlijk ook meteen bij. En eindelijk loopt het tegen 12. En ik kijk zo op mijn telefoon. En ik ga zo heel rustig wachten tot het 12 uur is, want er waren strenge sancties. En eindelijk is het 12 uur en ik plof neer. En ik zit op schoot bij een man die een kinderwagen in beweging houdt. Ligt een babytje in. En die heeft mijn sjaal op. En ik zeg, het is mijn sjaal. En die vrouw zegt, nee hoor, die hebben we 6 weken geleden bij Klaus Lagerveld gekocht. En die man zegt, nee, Karel. En die vrouw zegt, ach, wat maakt dat nou uit? En die twee krijgen ruzie. Dus ik sta een beetje in de war op. En ik zie daar in de verte, zie ik mijn psyche aankomen. Dus ik zeg, hier, oh, ik zit hier, hier komen. En terwijl ik dus dit doe, slaakt die man zo onder zijn kin. En die man die springt op en die geeft mij van huis uit zo, boem. En ik moet even naar mijn evenwicht zoeken. En ik haal mijn hand achteruit en ik denk, wat jij. En op dat moment springen er uit de bosjes 2 boa's. En die rennen naar ons toe. En die grijpen allebei zo'n pepermolen. En die beginnen daar, die zacht hebben. Beginnen ze. Sorry. Ik heb samen met een vriend afgesproken naar uw voorstelling te kijken. Hij staat hierachter. Zal ik hem even halen? Dan ga ik. Ja, als jullie dat zo over zet je er eens midden in. Oké. Nou, kom er gauw bij. Misschien verstandig even je handen desinfecteren. En ga ik jou even een korte inhoud van het voorafgaande. Je mag je mondkapje wel afdoen. We hebben de juiste afstand. Ik heb dus die hormonendisbalans. Ik naar de psychiater. Het blijkt dat ik gevormd ben door de ramp uit 1953. Ik slik deltablokkers. Medicijnen werken niet. Ik had steeds vaker last van hallucinaties. En ik had die bijsluiter er nog eens op nagelezen, maar kon nergens iets vinden over zinsbegoocheling of zoiets dergelijks. Dus ik vroeg mij af, hebben ze nou bij mijn medicijnen de verkeerde bijsluiter gedaan? Of heb ik misschien per ongeluk de medicijnen van mijn vrouw geslikt? Want dan word je tegenwoordig een jaar voor geschorst. Het was steeds dezelfde hallucinatie. Ik zat in een talkshow, gevoed door de actualiteit. Ik was de presentator. En ik bleef maar aan het woord. Ik gaf mijn gasten geen enkele kans. De vraag was, zijn die gasten er wel? En ik stevende steeds meer af op de confrontatie. Waarin ik dan mijn gast belachelijk maakte of kleineerde. En als ik erin zat, ja, dan was de situatie ongelooflijk reëel. Er zaten 1 miljoen mensen te kijken. Er zat in Rotterdam zat er een kritica mee te schrijven. Ik moest door. Want anders werd ik ontslagen. En dan zat ik in hetzelfde schuitje als Humberto Tan en Twan Huis. En dan had ik bij de gratie gods misschien kans om nog even tussen 7 en 8 af te kikken. Bij M. Kunt u toch een beetje volgen? Kijk, ik probeerde de tijdgeest te vangen. De belangrijkste verkiezingen sinds de Tweede Wereldoorlog stonden voor de deur.
Ik moest een keuze maken uit al die feiten. En er was nog fake nieuws bijgekomen. En die maar eindeloos herhaald worden, de hele dag op die zenders. Altijd maar. En die cijfers, die getallen, de nieuwe cijfers en de nieuwe doden. En dan die aandachttrekkerige opwinding waarmee die berichten altijd gebracht worden. Er is nooit meer eens een rechtszaak aangespannen. Iedereen wordt altijd voor de rechter gesleept tegenwoordig. Er zijn nooit meer eens voorzichtige conclusies. Ieder eindoordeel vandaag de dag is vernietigend. Er wordt ook nooit meer eens op een bepaalde ontwikkeling gewezen. Er gaat onmiddellijk een brandbrief uit. Een Kamerlid is niet meer hard tegen het kabinetbeleid, maar sloopt het. Gaat niet meer in debat met zijn collega, maar veegt de vloer met hem aan. Ik hoorde laatst een horecaondernemer dreigen dat hij het terras zou opengooien. Mensen zijn de greep kwijt. De regels worden absurder. En het vervelende is nog dat je in bepaalde situaties ben je het eens met mensen die elkaar groeten door de rechterarm gestrekt omhoog te steken. Ik werd per dag agressiever. Mijn geduld raakt op. En ik zit op een dag in de kamer. Gaat de telefoon. Ik pak dat ding aan en ik hoor aan de andere kant, stoor ik. Stoor, nou dan weet je gelijk, dat is een journalist of iemand van de redactie van een talkshow. Stoor ik. Ik zeg, nou, ik zit op dit moment even naar een crematiestreaming van een boer van 81 uit Geefsweer in het jaardencrematorium in Groningen te kijken. Corona, vraagt hij. Ik zeg, nee. Aardbevingen, nee, ook niet. Windmolenpark. Oh, zegt hij, dan leg ik gauw neer. Ik zeg, hallo, wacht even, ho, 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 ho. U vraagt, stoor ik? Dan is het vervolgens aan mij om het gesprek te beëindigen. Ja, toch? Ik wil u iets vertellen over die boer die in die kist zit. Dat is veel belangrijker dan wat u mij te vragen heeft. Die man is een zeeuw, ongelofelijke man. Dingeman, langzaamman heet het. Die is na de ramp in 1953... van Schouwen-Duiveland naar Groningen gegaan, omdat hij nooit meer een overstroming wilde meemaken. En daar had hij zijn reden voor. Want zijn twee broertjes en zijn zusje en zijn vader en zijn moeder waren verdronken. Hij was 18 jaar oud. Hij kwam in Geefsweer te werken. Dus vlakbij Appingedam en Delfzijl. Voor veel te weinig geld. Maar die boerendochter werd verliefd op hem. En toen zijn schoonvader te vroeg doodging, was de boerderij voor hem. Prachtbedrijf. De toekomst lachten hem tegemoet. Maar bij de eerste aardbeving, halverwege de jaren 90, verzakte zijn schuur. En hij vroeg natuurlijk om compensatie, maar die aanvraag die verstikte ergens in de bureaucratie. En hij was zo getergd dat hij de verbouw van zijn boerenschuur zelf ter hand nam. En toen hij zo bijna klaar was, kwam er een ambtenaar van de gemeente hem vertellen dat hij geen vergunning had. En dat hij de schuur niet mocht gebruiken. En intussen was er in verband met de energietransitie was er besloten om binnen 2 kilometer verderop een gigantisch windmolenpark op te zetten. Nou, daar maakte hij bezwaar tegen. En 4 dagen later was hij dood. Alles wat mij gevormd heeft tijdens de ramp in Zeeland, ben ik verloren bij de ramp in Groningen. Zoveel mensen in het ongeluk gestort. Zoveel woningen vernield. Zoveel ellende bij de mensen. Er is één groot verschil. Eén groot verschil. 1836. En dat scheelt een karrevracht aan kleding, knuffels en speelgoed. De mensen in het land zaten er warmtjes bij, maar solidariteit, homa. Maar nou nog even wat te denken van de Groningers zelf. He, bij de laatste verkiezingen voor de Provinciale Staten, Forum voor Democratie, voor de gaswinning, dus in wezen ook voor nog meer aardbevingen, krijgen daar 5 zetels. Je hoort nog wel eens zeggen in het verleden, de kiezer heeft altijd gelijk. Ja. De psychiater keek op zijn horloge.
Als ik dit allemaal zo hoor, zei hij, lijkt u mij niet het type voor medicijnen. Ik zeg, dokter, wat raadt u mij aan? Gezelligheid, zei hij. Ik stond perplex. Dat was bij ons taboe. Ik heb nog een tijdje meegedaan aan die flower power, flauwekul. Maar ja, het is allemaal schijnheiligheid. U moet proberen de gezelligheid terug te vinden, zei de psychiater. Ik zeg, nou, dan heb ik een vraag aan u. Wat zegt Freud over gezelligheid? Daar heeft hij het niet over, zei de psychiater, maar wel over het omgekeerde. Das Unheimliche. Das Unheimliche is een mengeling van angst en vervreemding die ons overvalt wanneer het vertrouwde opeens onherkenbaar wordt. Met andere woorden, het wordt ongezellig als je corona niet onder controle kunt krijgen en daar niemand de schuld van kunt geven. En de psychiater zegt, ik heb nog één vraag aan u, waar belde die journalist eigenlijk voor? Ik zeg, oh, dat ging over intensive care. Ook al zo'n merkwaardig begrip. We weten allemaal wat het betekent, hè? Intensieve zorg. Maar wat betekent dat voor al die andere afdelingen? Dat ze er daar met de pet naar gooien? Hier komt het ziekenhuis, waar ligt mijn vrouw? Oh, achter in de gang op boerenfluitjes. Nee, dan werd ik gebeld door een journalist of een redactielid van een talkshow. En dat ging dan over dat ik kwam dan aan, hè, met de ziekenwagen bij de intensive care. En tegelijkertijd komt er van de andere kant ook een ziekenwagen aangereden. En we zijn eigenlijk tegelijk. En er is nog één plaats op intensive care. En dan is even de vraag of ik bereid zou zijn geweest, hè, op dat moment mijn plaats aan een jonger iemand af te staan. En, vroeg de psychiater. En ik zeg tegen hem, komt de keer dat je moet kiezen tussen jezelf en een lotgenoot. Denk dan even, er is leven. Er is leven na de dood. Doe nu het maximale om klaar te staan voor wat er zo dadelijk op ons afkomt. Voorzitter, dit moet toch een grap zijn? Als de Kamer instemt, dan gaat die avondklok in een paar dagen na het Kamerdebat. Wat dacht u van de rest van Nederland? Die als ze moeten werken en niet thuis kunnen werken, die gewoon naar hun werk toe moeten. Wat dacht u van de mensen die hier de toiletten schoonmaken? Ik ga u niet overvoeren met cijfers. De normale mensen die moeten werken, die u helpen bij uw werk. Wat dacht u van de tramchauffeur? Wat dacht u van de verpleegster? Pedicures, masseurs, opticiens, acupuncturisten. Weet je wat, wij zijn Kamerleden, we komen gewoon niet. Alleen het nadeel van nu speculeren over wat zou je dan kunnen. Voorzitter, ik kan er echt zo kwaad over worden. Nee, ik maak hem even af. Want het zijn rotsmoesjes die niet gelden voor al de mensen die hier werken, al onze medewerkers. Op school leren kinderen nu eenmaal het beste. Goedenavond, kijkers, en welkom bij mij. We beginnen met het slechte nieuws. De fusiebesprekingen tussen GroenLinks, Partij van de Arbeid en SP zijn mislukt. En we hebben vanavond in de studio Lilian Marijnissen, Liliane Ploemen en Jesse Klaver. En dat is het goede nieuws. Die komen vertellen dat die besprekingen na de verkiezingen hervat zullen worden. Verder hebben we in de studio vanavond, bijzonder welkom, Dion Graus. Die komt vertellen wat het verschil is tussen een hond en een vrouw. En helaas, kijkers, jammer, onze populaire rubriek Wie zit er vanavond niet aan tafel en waarom niet, kan geen doorgang vinden omdat we geen geschikte kandidaat konden vinden om vanavond niet bij ons aan tafel aan te schuiven. En dan, waarschijnlijk heeft u het rumoer al enigszins gehoord. U dacht, wat is dat voor geluid? We hebben vanavond, en dat is uniek in de parlementaire verslaggeving rond Tweede Kamerverkiezingen, alle 37 lijsttrekkers van alle 37 partijen. En nou ja, voorlopig is ons probleem even, hoe krijgen we ze op anderhalve meter afstand van elkaar? Ja, daar zijn we weer. Fijn dat u terug bent. We hebben muziek van Akwasi, waar ik verder even niks over kan zeggen, omdat hij nogal een kort lontje heeft. En we gaan aan Maarten Luther vragen of dat nou treurig is of niet. Maar we beginnen, en daar zijn we bijzonder trots op, met de twee lijsttrekkers van de twee grootste partijen op dit moment, tenminste volgens de
meest recente peilingen. En dat is vooral bijzonder omdat u daarbij bent, meneer Wilders, als lijsttrekker van de PVV. Tot nu toe heeft u categorisch geweigerd om in talkshows van de publieke omroep iets te zeggen. En we hebben dan ook afgesproken, u zit hier, maar u hoeft niets te zeggen. En dan beginnen we met u, meneer Rutte. U bent, dat kunnen we rustig stellen, een zondagskind. Met wie u ook regeerde, de een de ander, links, rechts, uw sterrace. En de coalitiepartner kreeg de roetveegpiet. Ja, ik hoor u grommen, meneer Wilders, maar dat geldt niet voor u. U was een gedogentje. Hoe de wind ook waaide, u draaide mee. En soms was u in het draaien de wind wel eens voor. Denk nog even terug aan de afschaffing van de dividendbelasting. Zeer noodzakelijk voor het voortbestaan van het land. Europa, jarenlang door u verketterd, wordt opeens omarmd. De opwarming van de aarde, jarenlang genegeerd, is opeens prioriteit. U verklaarde zichzelf tot socialist. Op zeker moment, nou ja, u bestuurt een socialistisch land. En iedereen beet zich stuk op uw leiderschap. Jesse Klaver, 4 jaar geleden nog de mouwen opgestroopt, staat opeens met hangende pootjes achter u. En in de peilingen ging het van Jetje. En toen kwam corona. Kolfje naar de hand van de pragmaticus. Regeltje hier, uitzonderingetje daar. En u kwam met de slogan, alleen samen krijgen we corona onder controle. Alleen samen. Definitie van liberalisme, zou je kunnen zeggen. En heel langzaam keerde het tij. Minister van Gezondheidszorg stortte in. U ging verder met een PvdA, noodbreekwet. En toen kwam u met Hugo de Jonge op de proppen. Die vond het geweldig. Die zag zijn ster reizen in de kijkcijfers van de persconferenties. Hij dacht, kan en passant nog wel even het lijsttrekkerschap van het CDA meenemen. De geldpers ging opeens volle kracht vooruit. Ik moest denken aan die arme Groningers die een paar jaar geleden met 1 miljard ruimschoots gecompenseerd zouden zijn. 5 miljoen had uw regering ervoor over. En toen kwam, let op, tij keert, de toeslagenaffaire. En het was opnieuw een slagveld. Asscher weg, Wiebes weg. Hun scalpel konden worden bijgehangen in de vitrine van, ik heb hier even de namen opgeschreven, de afgelopen 10 jaar. Samson, Verdonk, Snel, Herbers, Van der Steur, Hennis Plasgaard, Rekers, Opstelten, Buma, Pechtold, Zijlstra. En er werd schuld bekend. Er werd alom schuld bekend. Er werd zoveel schuld bekend dat de mensen die geen schuld bekenden zich schuldig begonnen te voelen. En als iedereen schuld heeft, heeft eigenlijk niemand schuld. Niet goed is fout, dus goed. En de slachtoffers werden per omgaande gecompenseerd. De Groningers krasten met de tanden. Daar ging opeens 30.000 euro heen. En in de peilingen schoot u verder omhoog. En toen kwam de avondklok. Dat liep eigenlijk een beetje parallel aan de desastreuze vaccinatiecampagne. De rellen volgden. En u schoot van de weeromstuit in de hou je bek, pleur op modus. En in het land dat in shock was, werd geroepen, schorrimorrie, tuig, gaaiers, burgeroorlog. Terwijl ik al jaren denk, het is een godswonder dat het zo lang nog goed is gegaan. Als je kijkt naar de verschillen tussen arm en rijk. Als je kijkt naar de zieloze reclame waarin de welgestelden worden opgezweept naar nog meer geheel verzorgd. Als je denkt aan hoeveel vrijwilligers hun hobby zijn kwijtgeraakt door al die bezuinigingen. Hoeveel welzijn voor velen is er wegbezuinigd voor welvaart voor weinig. Wat moesten niet allemaal wijken om 130 te mogen blijven rijden? Wat is er niet bezuinigd in de zorg, in de verpleeghuizen? Gezelschappen weg, bibliotheken weg, muziekscholen weg, kleine theaters weg. En dan opkijken van rellen? Kijk, terwijl u de enige bent die het kunt, en dat beken ik ruiterlijk. En dat respecteer ik ook. Bent u langzamerhand ook de enige die het niet langer moet doen. Er is hier langzamerhand sprake van een democratische dictatuur.
Nog eens 4 jaar Rutte en de oppositie is alle lust tot de oppositie vergaan. En intussen melden zich de hooligans, Farmers Defence Force en Geen Stijl, om de orde te bewaren. Ik denk dat op dat moment het keerpunt gepasseerd is. Het lot heeft zijn definitieve wending genomen. De vrije wil is aan de beurt. Ik denk aan Klaas Dijkhoff, die op Twitter schrijft dat zijn politieke nieuwsgierigheid voorbij is. Ik denk even aan Pieter Omtzigt, die gas terugneemt om de batterij op te laden. Ik denk aan Tom Dumoulin, die zich afvraagt, wat wil de mens Tom Dumoulin met zijn leven op dit moment? De mens Rutte. Zie hem zitten. Wat zou het niet een onwaarschijnlijke triomf van de vrije wil zijn als u op dit moment, terwijl u weet dat u de enige bent die het kunt, maar misschien ook wel diep in uw hart de enige bent die het niet langer moet doen. Wat zou het niet een geweldige triomf zijn van de vrije wil als u 3 dagen voor de verkiezingen zei, in het landsbelang acht ik het verstandiger om ermee op te houden. Alleen samen. Samen. Alleen. Ik kom zo bij u terug. Met een vraag. Meneer Wilders, wij hebben een heel andere relatie. Ik minacht u. U minacht mij. Wij zijn volkomen murf gepolariseerd. En voor u is er nergens sprake van enige vrije wil. U volgt het lot. U bent de Don Quixote van de de-islamisering. U leidt al 15 jaar lang een partij. U bent een koning zonder kroonprins. En straks, 2-3 weken na de verkiezingen, dan zal weer blijken dat er weer 2 of 3 Dion-Grausjes in de fractie zitten die niet voldoende gescreend zijn. En toch begon u opeens, zo aan het begin van de verkiezingen, met de kreet oergezelligheid. Nederland zou terug moeten naar zijn oergezelligheid. En toen dacht ik, wacht eens even. Gezelligheid, waar vind ik dat in programma's van andere politieke partijen? Nergens. Daar was de PVV uniek in. Omdat u, ja, u weet ook wel, je kan als politicus hooggestemde idealen hebben. Je kan allemaal met plannen komen en grote dingen. Maar zeg maar, de mensen willen eigenlijk niks anders liever dan gewoon gezelligheid. Lekker op het terrasje, een beetje knus met elkaar kletsen. Maar waarom heeft u daar dan weer het woord oer aan toegevoegd? Want oer is van voordat de wereld rond was. Oer is van voordat het buskruid was uitgevonden, voordat we een kompas hadden. Oer is uit de tijd van dat je met een knots rondliep en je zag een vrouw lopen en je gaf haar een klap op de kop en je trok haar aan de paardenstaart naar de grot waar je de verkrachtte. Als we nou eens de slogan van meneer Rutte helemaal toetrekken naar wat u van plan bent. Als we zeggen, alleen samen krijgen we de islam onder controle. Wat betekent dat dan voor de moslims? Lockdown voor alle moslims. Betekent dat de moslima's verplicht zijn een mondkapje te dragen? Betekent dat de kinderen van moslims niet meer naar school kunnen? Betekent dat er alleen een avondklok van moslims? Is dat uw idee van oergezelligheid? 1 miljoen landgenoten buitensluiten? Dan kom ik nu met mijn vraag. U slikt allebei medicijnen. Ik slik ze ook. Ik slik de verkeerde. En niet alleen ik, maar het hele dorp. Het hele dorp slikt. Ik word opeens gebeld door mijn huisarts. En die zegt, u mag uw onderbroek aanhouden. Maar jongelui in het dorp, belhamels, rekels, schorrimorrie, die hebben de medicijnenkluis gekraakt en die hebben alle wachtwoorden en alle codes door elkaar gehusteld. Dus de kans is heel groot dat u de medicijnen van de achterbuurvrouw of de overbuurman slikt. En toen dacht ik, ja, dat zou zomaar kunnen. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat lokaal is. Ik denk dat hier een samenzwering achter zit. En ik ben 's avonds naar het dark web gegaan en ik ben gaan zitten puzzelen op drugs safe, hè, medicijnen kluis. En wat blijkt? Er is inderdaad een wereldwijde samenzwering aan de gang
gestuurd door de farmaceutische industrie, die grote wereldleiders de verkeerde medicijnen geeft. Waardoor ze de vreemdste hallucinaties krijgen. Nou, ik geef even een paar voorbeelden. Trump laat het Capitool bestormen. Waanzin. Boris Johnson stuurt aan op een no deal. Krankzinnig. Poetin laat op klaarlichte dag een oppositieleider vergiftigen. De koning van Saoedi-Arabië die vermoordt in een ambassade in Istanbul een journalist en laat hem in stukken zagen. De leider van Noord-Korea wil Amerika met atoombommen bombarderen. En dan heb ik het nog niet eens over eigen land. Denk even aan het Forum voor Democratie. Kortom, er heeft een farmaceutische vergiftiging plaatsgevonden op hoog niveau. Bij belangrijke mensen. En die mensen die slikken medicijnen en die krijgen bijverschijnselen die alleen maar beheerst en opnieuw verbeterd kunnen worden door nieuwe medicijnen. Waardoor ze weer andere bijverschijnselen krijgen, waardoor ze weer opnieuw medicijnen moeten slikken. En zo krijg je een vicieuze cirkel waar de farmacie op uit is. Een perpetuum mobile. En daarom heb ik, heren, aan u maar één vraag. Komen de bijverschijnselen die u heeft overeen met zoals op de bijsluiter van uw medicijnen beschreven? Wat gaan we nou weer krijgen? Wat komt u hier nu weer doen? Ja, ik kom hier schoonmaken. U komt hier schoonmaken? Ja, ik wou hier graag optreden als u het niet erg vindt. Ja, maar anders wordt het weer zo laat. Ja, dat begrijp ik dat het laat wordt. Maar ik zie dat ik ook geen publiek heb. Is er hier iemand nog voor zorgen? Als u nou even zou willen gaan zitten, dan ga ik proberen om u even korte inhoud van voorafgaande te geven en mijn verhaal te beëindigen. Maar ik moet ook eigenlijk nog even naar de wc. Ja, dat hebben we dan ook altijd nog bij. Nou, blijf alsjeblieft even zitten. Ik geef u even een korte inhoud van het voorafgaande. En dan moet u zelf maar beslissen wanneer u naar de wc gaat. Dat kan. Door een natuurramp in de jaren 50 was gezelligheid in ons gezin taboe geworden. Door de coronaregels veranderde er iets in mijn hormonenspiegel. Ik kon niet meer optreden. Ik slikte de verkeerde medicijnen omdat jongens in ons dorp de medicijnenkluis gekraakt hadden en de codes verwisseld. En er kwam nog eens bij dat mijn psychiater mij had aangeraden om terug te keren naar de gezelligheid en dus naar mijn moeder. Ik had haar 3 jaar niet bezocht. Sinds ze 106 was, had ik helemaal geen aandacht meer aan haar besteed. En ik was als de dood dat ik een van mijn familieleden zou tegenkomen. Want je snapt, met zo'n jeugd, dat daar veel tussen ons is misgegaan. Ik denk dat wij een van de weinige families zijn waar nog het familiediner, nog de rijdende rechter enige concessie aan kan ontfutselen. Ik kom dat verzorgingshuis binnen. Even langs de receptie, bekende Nederlander. En ik storm naar boven. Ik ben een treetje of 8 omhoog en ik hoor opeens achter me roepen. Waar gaan we heen? Ik zeg, hallo, ik ga naar mijn moeder. Dat is verboden. Verboden. Dat is heel gek wat er dan opeens gebeurt. Ik was in jaren niet bij mijn moeder geweest. Ik had ook geen enkele behoefte, voelde ik, om te gaan. Maar als het dan opeens verboden is, dan krijg je iets van, dat zullen we nog wel eens zien. Precies hetzelfde met die avondklok. Ik heb geen enkele behoefte om na 9 dan nog op straat te zijn. Wat heb ik er te zoeken? Maar als het al verboden is, zit je om 7:15 al met je jas aan, sta je achter de voordeur om naar buiten te gaan. Carnaval mocht opeens niet. Ik heb nog nooit aan carnaval, ik vind het verschrikkelijk. Maar opeens heb ik 3 dagen door de kamer gehorst en bij ons staat op de keukenmuur bloemetjesbehang gezongen. Dus ik loop door, ik kom die gang en ik strek mijn hand uit naar de deur, kan ik vermoeden, ik spreek met een blok voor mijn neus. En tegelijkertijd word ik in mijn nek gesprongen door 3 zorgverleners.
En die duwde mij naar de grond en zette een knie in mijn nek. En ik zeg, jongens, kom op. Hevenbreek, zeg. Doe even normaal. Ik ga bij mijn moeder op bezoek. Ja, maar dat is verboden. Ik zeg, ja, maar wat nou verboden? Dan verzinnen we toch iets anders. Dan gaan we toch eens even kijken of we dat op een andere manier kunnen bereiken. Als je nou mijn moeder gewoon op het balkon zet, dan ga ik naar beneden. En dan ga ik buiten op het grasveld, ga ik met mijn moeder communiceren. Is dat wat? Nou zeg, hun bekken viel open. Dat ze daar nou niet eerder aan gedacht had. Ik zeg, nou, zet er op het balkon, ik ga naar beneden. En nee, dat gaat zomaar niet. Nee, dat moet eerst eventjes met de papieren in orde gemaakt worden. U krijgt wel een appje van ons wanneer u welkom bent. Ik zit thuis. 3 weken later krijg ik een appje. U bent welkom, ik erheen. Ik hoorde meteen al uit de verte dat er een bepaald rumoer was. Ik zag die rood-witte afzetlinten, die zag ik zo door de wind gevangen al rondwapperen. En ik kom de bocht om en ik zie daar een mannetje of 40, 50 tussen hun handen door naar die balkon schreeuwen. Ik hou van je, man! Ik hou van je, pap! Ik zie een poffertjeskraam alleen afhalen. Ik zie een Vietnamees lumpia tentje alleen afhalen. Singer-songwriter is uitgerukt, staat daar met zijn gitaar zijn repertoire aan de man te brengen. Er staat een discjockey, die staat al klaar om plaatjes te gaan draaien. Plaatselijke middenstand is gearriveerd, want het gerucht gaat dat het NOS-journaal op bezoek komt. Dus dan kunnen ze mooi even met hun gebaksdozen, met gratis staart voor de hulpverleners, de helden van de zorg, kunnen ze even door beeld schuifelen. En ik denk, nou ja, ik zag dat ze mijn moeder op het balkon zette in haar favoriete nertsmantel. En ik zag mijn moeder als een soort Juliana 2.0 over de massa uitkijken met haar handen op de balustrade van het balkon. En ik denk, nou ja, ik pas me maar even aan de rest. En ik zeg, ik hou van je, man. En mijn moeder zegt, wie bent u? Ik ben je tweede zoon. Die komt hier nooit. Dus even een pijnlijk momentje. Mensen kijken opeens allemaal naar mij. Ik denk, nou ja, laat ik er nog een schepje bovenop gooien. Nog een keer roepen, ik hou van je man. Dat komt de geloofwaardigheid niet ten goede. Laat ik mijn aangenomen zuster erbij betrekken. Wij houden van je man. Mijn aangenomen zuster die is er even niet. Die zit even op Sri Lanka. Die is op zoek naar haar natuurlijke ouders. Ze is van de Tamil-tijgers. In de jaren 50 was er een ongelooflijk meisjesoverschot op Ceylon. En als je dan 80.000 douwe echtpruspunten had, kon je er één aannemen. Wij houden van je man. En op dat moment zag ik de camera's van het Nationaal in mijn richting komen. En ik dacht, ik moet een list verzinnen. Ik zei, mam, weet je nog van vroeger? Toen het zo gezellig was. En ik zie hoe mijn moeder met een stramme lijf haar linkerbeen op de plantenbak zet. En haar handen op de balustrade. Met maar één voornemen. Ze wil zich naar beneden storten. En ik ren dat gebouw in. Ik ga met 4, 5 treden tegelijk die trap op. Ik sprint die gang in. Mijn hand strekt zich uit naar haar deurkruk. En hop, daar springt meneer Blok voor mijn neus. En die zegt, mop. Ik zeg, meneer Blok. Mijn moeder wil zelfmoord plegen. Aan de kant. Laat me gaan. Mop. Ik zeg, oké, meneer Blok. Ik zit in de nagelstudio. De deur gaat open. Tingeling. Wie komt er binnen? Henk Krol. En Henk Krol vraagt, is Jan er ook? Hoopvol kijk ik naar het gezicht van meneer Blok. Hij vertrekt geen spier. Ik zeg, meneer Blok, nagelstudio. Henk Krol, kom binnen. Vraagt, is Jan hier? Jan Nagel. Vroeger vond ik je leuker, zei meneer Blok. Toen je nog woordspelingen had. En dat geeft mij de kracht om aan alle kanten te duwen.
Ik stort mij op de deurkruk van mijn moeder. De deur vliegt open en ik zie hoe mijn moeder daar al aan de andere kant van de balustrade hangt. En haar kootjes beginnen dat al een beetje op te geven. Ze zakt heel langzaam. Ik zeg, mam, hou vast! Wie bent u? Ik ben je tweede zoon. Nee, zegt mijn moeder, dat kan niet. En ik loop naar de rand van het balkon. En ik kijk naar beneden, waar al die mensen staan. Die net nog stonden te schreeuwen en die opeens hun handen hebben laten zakken. En nu omhoog kijken. Naar mij. Hoopvol. En opeens, heel gek, beginnen de hormonen in me te stromen. De dopamine, de endorfine, de adrenaline. Op zoek naar balans. En intussen kijk ik of mijn moeder ook ergens ligt. Maar ik zie haar niet. Ik kan haar niet vinden. Hé. Hey. Hallo. Hallo. Wie ben jij? Rosalie. Jij bent Rosalie. En wat kom je doen? Naar mijn oma zoeken. Je oma zoeken. Wie is jouw oma? Een schoonmaakster. De schoonmaakster? Oh, nou weet ik wel wie jouw oma is. Ik denk dat jouw oma... Die komt zo terug. Het is even naar de wc. Weet je wat? Ga jij er op die stoel zitten. En dan ga ik jou... Hou je voor sprookjes? Ja. Dan ga ik jou een sprookje vertellen. Er was dus een heel mooi, heel bijzonder meisje dat Mondkapje heette. En Mondkapje woonde in een provinciestadje in een land niet eens zo ver hier vandaan. Er heerste grote opwinding onder de bevolking omdat voor het eerst in de geschiedenis een burgemeester gekozen zou gaan worden. En Mondkapje was extra opgewonden omdat haar veel oudere neef Rinus een van de twee kandidaten was. Mondkapje liep door het eikenbos en was op weg naar grootmoeder, die slechter been was. Het was een heel bijzonder bos, want er woonden dwergen die zo klein waren dat niemand er nog ooit een gezien had. En toen Mondkapje bijna door het bos heen was, hoorden ze opeens roepen... Waar gaan we heen? Het was meer de wolf. Dat was de andere burgemeesterskandidaat. Hij had de mensen beloofd het bos dwergenvrij te maken. Terwijl Rinus juist van het eikenbos een sprookjesbos wilde maken. Waarin de dwergen de grote attractie zouden zijn. Waarom draag jij een mondkapje, wilde meneer de wolf weten. Terwijl je weet dat het niet helpt. Om mijn glimlach te verbergen, zei Mondkapje mysterieus, waarmee ik mensen kan betoveren. En wat zit er in dat mandje? Het kabinet de Rutte kwartet. Grootmoeder houdt van spelletjes. Ik ook, zei meneer de Wolf. Ik ben dol op een bord ganzen. Mondkapje moest lachen. Het was maar goed dat ze haar mondkapje voor had. Want je wist maar nooit wie of wat er betoverd zou worden door haar onweerstaanbare glimlach, die vaak gepaard ging met een lichtflits. Volgens mij zie ik daar nog iets, zei meneer de Wolf gluiperig. Oh, zei Mondkapje naïef, dat is een machtiging die grootmoeder moet ondertekenen, want ze kan zelf niet meer naar het stembureau lopen. En ze wil graag op haar kleinzoon Rinus stemmen. Ja, meneer de Wolf. Democratie is een mooi ding, maar die verkiezingen, daar zouden ze iets anders voor moeten verzinnen. Zeg jij maar tegen jouw grootmoeder dat ze op mij maar... Fort! Weg jullie gespuis! Maak dat je wegkomt! Viel meneer de Wolf opeens uit. Tegen wie heeft u het wilde mondkapje weten? Zie je die dwergen er niet? Ze zitten overal! Fort jullie! Meneer de Wolf... stoof zonder dag te zeggen het bos in. Toen oma de machtiging had getekend en de kaarten geschud en gedeeld had, en Mondkapje vroeg, mag ik van jou van Rutte 1 van Veiligheid en Justitie Ivo opstelten, werd er geklopt.
Want het kapje deed open. En meneer De Wolf riep straal langs haar heen de kamer in. Er schijnt gefraudeerd te zijn met de stembiljetten en de machtiging. Mag ik uw machtiging eens even zien? Grootmoeder schrok zo dat ze haar kopje omstootte en de thee over de machtiging liep. O jee, zei oma, ik ga sterven. Wie dood is, heeft geen stem meer, zei meneer De Wolf meelevend. Roodkapje begon te huilen. En grootmoeder stak haar wijsvinger op, alsof haar nog één woord restte. Mondkapje hield op met snikken en vroeg grootmoeder: wat is het allerbelangrijkste in het leven? Grootmoeder haalde haperend adem en stamelde: ach kind, ik zou moeten zeggen de liefde. Maar omdat die beter bestand is tegen het lot, zeg ik gezelligheid. Mondkapje deed haar mondkapje af. En een grote glimlach verscheen op haar gezicht, gevolgd door een lichtflits. En toen gebeurde het wonder. Grootmoeder herrees als herboren uit haar stoel en vroeg monter: jongens, wie wil er nog thee? En meneer De Wolf zei: ik graag. En terwijl hij de kaarten schudde, zei hij: ik heb een idee. We laten die verkiezingen schieten. We doen een duo burgemeesterschap. Ik knip de linten door en Rinus de knopen. En even later zaten grootmoeder, meneer De Wolf en Mondkapje gezellig te kwartetten. En toen werd er geklopt. Wie kwam er binnen? Rinus. Nu zijn we met z'n vieren, zei Mondkapje blij. Ja, riep grootmoeder, een kwartet. En ze moesten allemaal lachen. En ze leefde nog lang. En gelukkig. En gelukkig. En klap maar niet. In de aula hoef je niet te klappen. Kom maar. Onze ouders, die ons zijn voorgegaan. Jullie namen liggen in ons verankerd. Jullie denken en doen leeft in ons voort en blijft een baken op ons pad. Blijf ons voeden en laten we over de pijn die we elkaar gedaan hebben heen stappen. Zie liefdevol op ons neer, in onze pogingen het goede na te streven. Want jullie zijn het fundament waarop wij bouwen. Jullie zijn de kracht van waaruit wij leven. En jullie zijn de herinnering die ons blijft ontroeren. Nu en altijd.